Krijg je hem nou? Ja? Doet ze hier dan hier? Ja, je kan het voor mij wel groter maken. Ja, dat doet Jesse. Hij staat aan, hè? Hij staat aan, hè?
prachtig hoor. Ja, dit is gewoon wel die boven. Mm-hmm. Ik ga toch op inzoomen. Verstappen is jij tweede geworden. Oh, is je tweede geworden? Ja, van de ronde van Oostenrijk. Oh, van Oostenrijk? Ja. Dat was dit weekend, ja. Hey, oké. Okay. Hij is tweede, Verstappen. De GP van Oostenrijk. Ja, denk het wel dan. Hij is tweede geworden. Ja. Oh. Hier zo helemaal. Hier stonden we net jou.
auto. Niet zo. Ja? Centimeter voor centimeter van de kade wordt losgetrokken. De Christian Radigokken, Noorschip,
en de wat oudere jongeren onder ons die in de 70e jaren regelmatig naar tv keken, die kunnen zich misschien herinneren de serie De Odin Line. En voor die serie De Odin Line werd dit schip, de Christian Radi, gebruikt. Een stukje nostalgie dus op televisiegebied hier te zien in de haven van Delfzijl deze dag. Delfzijl, dit tijdstip is een beetje tijdstip geworden tijdens deze Delfzijl van de Shanty. Want ja, laten we wel wezen, als er één muzieksoort bij het water past, dan is dat de Shanty muziek. En Robert Pastoor is ook een man die daar met hart en ziel voor gaat, Robert. En we hebben weer een mooie band weten te strikken, of niet? Nou, en deze naam is alleen al bijzonder. Armstrong Patent. Zeg ik dat goed? Spreek ik dat goed uit, heren? Ja, helemaal correct. Mooi. Waar komt die naam vandaan? Nou, eigenlijk, we bestaan dus volgend jaar 25 jaar. En we hebben echt onderzoek gedaan naar Sinti's. En Amsterdam Speten is eigenlijk het klootjesvolk onder de mast. Nou, dat is het. Dat is gewoon om lekker normaal te blijven. Ja, precies. Die deden ook het stoere werk. Die waren aan het sjouwen en aan het hijsen en al wat erbij hoort. Ja. Dat was Armstrong Spetend. Sterke armen. En na het zingen dan doen jullie dat ook. Dan zijn jullie ook gewoon de mannen die lekker in de kroeg zitten en het ruige werk allemaal. We willen wel een beetje professioneel overkomen, dus laten we even af en toe ietsje. Nou, er is natuurlijk helemaal niks mis. Jullie komen uit Appingedam. Hoe heeft jullie ziel er de afgelopen dagen uitgezien? Want jullie zijn maar met z'n vijven, dus eigenlijk een koor. Ja, dat willen jullie zelf niet genoemd worden. Een groepje. Wat hebben jullie al die dagen gedaan hier? We zijn dinsdag eigenlijk begonnen. Hè? Dat was het kleintje Delfzijl in Appingedam. En woensdag zijn we naar de Eemshaven geweest en we zijn donderdag, vrijdag en zaterdag hier op verschillende schepen geweest en hebben met allerlei groepen gezongen. Onder andere met een groep geestelijke gehandicapten, wat wel eigenlijk voor ons eigenlijk het hoogtepunt was. Ja, waarom was dat juist een hoogtepunt? Nou, omdat die mensen zo ontzettend enthousiast zijn. Ja. Dus het is dankbaar om te doen? Het is dankbaar om te doen, het is hartstikke leuk om te doen. Ja. Is het nu ook goed, misschien ook voor de keel, dat er nu een einde komt aan Delfzijl? Alleen voor de kinderen. Het moet allemaal niet te lang duren. Nee, maar het is echt een geweldig festijn. Dat is echt uniek wat er gebeurt hier. Jullie zeggen van, wij bestaan dus straks 25 jaar. Ook altijd dan in deze samenstelling bij elkaar geweest? Ja, we waren in het begin wat groter, maar we zijn nu met z'n zessen. Alleen één is met vakantie, dus... Maar we houden het ook zo, het is prima met zes man. En in het begin wat groter, is er wat ruzie in de loop der jaren geweest? Nou, de ruzie... Oké. Maar is dat wel de reden waarom jullie kleiner zijn geworden? Eigenlijk wel, ja. Maar zo werkt het altijd in koren, hoor. Ik bedoel, dat zie je. Gaat het ook bij succesvolle bands, volgens mij? Ja, bij succes, ja, helemaal correct, ja. Dus als je succesvol bent, dan hoort dit erbij? Dan hoor je af en toe eens even wat er allemaal aan toe. Ik wou nog wel even wat zeggen, hoor. Dit hele festijn wat hier gebeurt, vind ik, het is fantastisch. Want we hadden eigenlijk in Finland kunnen zitten met ons groepje, maar... Delfzijl, dat vind ik zo'n prachtig festival. Maar ik wou eigenlijk alle vrijwilligers die mee hebben gewerkt aan Delfzijl een groot compliment geven. Want wat die mensen allemaal doen voor ons is fantastisch. Helder. De mannen hadden dus in Finland kunnen zitten, maar ze verkozen ons podium. Nee, Delfzijl natuurlijk. Ja, boven alles. Mannen, het is, de haven is van jullie in de microfoon. Ja, Robert, misschien kunnen we even regelen, want er lopen heel veel mensen langs natuurlijk, even een flinke massa naar het podium krijgen. Mensen op een decade, want ze gaan nu live en exclusief hier voor ons natuurlijk optreden. Armstrong, Shanty, Core. Zijn ze al begonnen, Robert? Ja, zeker. Kun je nog even de boel even weer aan het begin krijgen? Heren, wacht, ik moet inbreken. Goed. Hij vond het zo mooi, hij wil graag weer even vanaf het begin. hij vond het zo mooi, dus... Hij heeft wat nootjes gemist, net vergeven. We willen even een applausje horen vanaf de kamer. Ja, dames en heren, een beetje enthousiaste. Ja, oké, goed. Oké, in. Het is live. Daar gaat hij in. 3, 2, 1. Singing whisper grows like the wind among the anchored ships.
Hans uit Appingedam. Shanti groep in de nou bijna originele bezetting. Daar hoorden we dus net van Royal Pastoor al zo'n 25 jaar bij elkaar. Het zijn zo'n keer de varen, zeemans, liederen die zo even tot ons kwamen. Ja, een man die gewoon op zee zijn werk doet op dit moment is Roel Niemeyer. Die is persoonlijk op de Formule 4 bezig om al die tolships de haven uit te leiden. Ik vraag je dat af, Roland. Nou ja, een bijzonder moment, Nahoetsen. Want als je over mijn schouder even mee naar de camera in dit geval, ik zal het ook niet beschrijven hoor, maar dat is de Christian Radic uit Oslo. Het laatste tolschip wat nu gewoon los is en vlot is getrokken door de Gruno. En nu dus, huiswaarts keert. Het laatste tolschip dus uit Delfzijl vertrokken hier bij die Sil uit Delfzijl. Ik wil even horen, hey Fons, is er een piek om? Of nooit? Maar nu is de kapitein. Ik weet niet of dit nou vertrouwd is, dat zo even nooit achter stuur zit. Maar dan moet die vrouw maar hem overnemen. Want dit was weer mooi weer aan het vernomen. We zijn allemaal met. We zaten op het sleep met. Dat waren er toch nog dingetjes die voor stoel doorstaan. Oeh, dat is niet gauw genoeg. Het ging allemaal hartstikke mooi, dus het ging perfect. Zou dat zo zijn? Het ging perfect? Ja. Nee, geen goud. Geen goud. Nou, het ging hier dus ook even op de boot. Je hebt allemaal overleefd. Ja, en hier hebben we natuurlijk die houten. Dankzij de inzet van zo'n 500 vrijwilligers.